Hoor hoe een boeteling pleit en reinig mij van al mijn vuile zonden. Verheft nu uw hart tot de Heer. De film gaat over een jong famke dat opgroeit in een strangleuwige boerenfamilie, maar haar eigen paard giert. Ze had in de film een heel soort broers. Drie rollen werden spelen door Friese jonkjes. De tweeling Thomas en Daniel de Vries en Axel Zwanenburg, alle keer uit Snits. Een vriendin van mij die had een berichtje gelezen op Facebook en die tipte ons dat een castingbureau was op zoek naar een Hollandse tweeling. En na lang weken en wegen hebben wij foto's ingestuurd en zodoende ging het balletje rollen. We gingen op een hele grote tv kijken en daar zaten wij op. En toen gingen we ook nog water en sinaasappelsappen drinken. En er was ook veel confetti. Het gebeurde eigenlijk via mijn oma, die zegt naar een programma. En die zocht al 2 jaar een beetje bijzonder jonkje. En toen dacht mijn oma, hey, dat is precies Axel. De film is in 4 weken tijd opgenomen in Zeeland. Voor de familie Zwanenburg reden om daar haar een vakantie te houden. En er wie een lietse figurantenrol voor de rest van de familie. Wat er dag binnen dan, wij zo op als figurant. En dan hebben wij... Twee dagen hebben we in de kerk gezeten. Tussen. We zijn 3 graden. Het maatje van de film wie een hele klus. Maar dat had uiteindelijk vertuten dien. Want de première maakt het grote indruk. Fantastisch. Trots. Ja. Ja, heel bijzonder om dat terug te zien. Toen we daar bij de film waren, hadden we popcorn meegenomen. En lollies. En we waren opgehaald door een enorme lange auto. Bees gewoon een hele grutsje, man. Ik vind het helemaal niks. Helemaal super. Echt. Hele mooie film. En net alleen dat de meeste bezoekers zeggen dat het een mooie film is, de eerste recensies in de parsen binnen ik positief.